yo, kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een uh, ja, uitleg video over mijn Minecraft server. Ja, vandaag ga ik het met jullie hebben over wanneer de server live komt, hoe jullie straks een uh, invite kunnen winnen en uh, wat voor meer content er nog op mijn kanaal komt over uh, ja, en met deze server. Maar goed, als eerste, ik zal jullie eerst even uh, ja, de basic shit laten zien. Ik ga jullie wat uh, fancy shizzle de minister laten zien van hoe alles werkt hier. Dus even kijken, by the way, ik heb even op dit redstone dingetje hier het comment gezet dat het... Uh, Dag wordt, dus dan kan ik mooi even alles mooi dag zetten, zie je wel. Dus ja, eens even kijken. Uh, deze binnentuin is beplant door Joram verafgegooid. Oh ja, Oké, okay, dat is leuk. Nou, in ieder geval, dit is uh, de spot, zeg maar. Nou, hier hebben we de uh, warptuinen, dus ja, van, oh, stadjes en alles. Nou, in ieder geval, ik ga jullie niet echt alles laten zien. Dat uh, komt later pas, wanneer de server, zeg maar, grotendeels klaar is. Dit is in ieder geval, zeg maar, de, de, de spawn met mijn niet de Poes beeld. Daar zijn de Twin Towers. Hier wordt een shop gebouwd, want nou we hebben een economy plugin, zeg maar. Dat je, je begint met wat, 5000 dollar of zo. En uh, wel door dingen te verkopen, of door uh, dingen te kopen en die weer te verkopen, kun je weer geld krijgen. En ja, als je out of money bent, dan kun je gewoon voor, um, uh, ja, diamonds of zo, mijnen. En die kun je er weer verkopen en alles. En um, ja, dit, 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 dit is zeg maar de, de binnentuin van de shop. Hier komt ook een trap naar beneden. Naar de, um, ja, het, hoe noem je dat? Edelsteen. En special shizzle, de shop. Er komt ook nog een speciale nether shop voor mensen die niet naar de netter willen. Kunnen het hier lekker kopen. Maar um, ja, daar krijg je alleen dan in principe uh, nether, quartz, dingen en zo kun je kopen daar. Speciale meuk. Oh, dat moet even weg zo. Oké, okay. dit wordt zeg maar de blogshop. zeg maar. Hier kun je al die dingen allemaal kopen. En er komen allemaal signs boven te staan. En dan moet je daar ook klikken en alles. Dus dit wordt allemaal wel uh, heel erg fancy schmancy. Dus even kijken. Um... Oké, okay. ik heb ook al mensen op de server gezet. Om uh, te testen. Uh, Jordi en ik, die livestreamen niet echt de laatste tijd. Want, nou ja, hij heeft zijn mic kapot. Dus we nemen überhaupt niks op. Dan hebben we hier de Towers natuurlijk. En ja, dit heeft uh, de Ivo Katze weer gedaan. Oh ja, als ik zeg Ivo Katze, dan bedoel ik de Ivo van, van Left 4 Dead. En als ik uh, de normale Ivo zeg, dan bedoel ik de Ivo van, van What the Tanks. Dus ja. De Ivo Katze, die heeft hier, uh, uh, wat is het? Volgens mij Tipton gemaakt. Of zo met Mosby. En. 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 en, en Estaban. En al die meuk. Dus, um, ja, by the way, als jullie nog wat weten wat we hier in de Twin Towers moeten doen. Dan uh, laat het even achter in de comments. Even kijken. Oh, niet rennen in mijn lobby. Wauw lol. Oké, okay, goed. nou, Twin Towers dus. Uh, eens even kijken, ja met Monumenta zo. Even kijken, wat heb ik nog meer om jullie te laten zien? Oh mijn god. We werken nu ook aan Bikinibroek. Dat is echt zo fucking cool ook gewoon. Zo, dit is uh, Bikinibroek, zeg maar. Het wordt nog wel wat groter. Hier komt nog. Uh, uh, volgens mij denk ik de Kantoren. dat moet nog. Uh, dat huis van meneer Krabs gebouwd worden. Die bel van Sandy of dat, 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 dat. Die kom van Sandy moet nog gebouwd worden. Wat is dit nu weer voor meuk hier? Maar goed, dat moet dus nog gebouwd worden. Uh, als jullie nog andere leuke dingen weten die in de bikinibroek in de server moeten gebouwd worden. Dan laat het even achter in de comments. We gaan niet echt allemaal van die huizen bouwen, denken we. Want nee, dan moeten we dit stuk ook nog helemaal doen. En we willen alleen dit stuk en uh, dit stuk tot hier, zeg maar. Tot hier. Dan maken we dan zo... Dan uh, komt er wel een hek omheen, denk ik hier nog. Alleen dit wordt dan zeg maar Bikinibroek. Bikinibroek is niet zeg maar begaanbaar voor uh, personeel. Of nou ja, of voor, voor, voor personeel. Voor bezoekers. Uh, hier hebben we dus ook Octus Huis, Patrick's Huis en uh, SpongeBob's Huis. Moet nog wat dingen mee gebeuren. te krab hebben we hier ook. Je kunt ze zelf wel allemaal checken en alles. Even kijken, wat heeft dit nou even voor sign hier? Wat? Oh my god, echt, echt. Ik weet niet wat dat allemaal is. Hier hebben we de maat en we trouwens. Even kijken. Eh. Uh... Oh, dat was de, de bank van de psycholaag. Even kijken. Het is die boven de zombie volgens mij. Ja, hi zombie. Oh um, mijn god, we moeten helemaal inrichten en alles. We hebben het echt enorm druk. Ook met andere mugs die aan het opnemen zijn. Left for Dead, al die shit. Want die serie, kop weer terug. Dan hebben we hier nog de kip matic 2000. Kijk, ik zal je even laten zien wat er gebeurt als die kipjes zich gaan spannen. Even kijken, dan pakken we even een, een, een ja, redstone ding. En dan slash pt, spawn mob, uh, Chicken, see. Kijk, um, wacht, ik zal jullie het eerst even globaal laten zien. Kip spawn hier. Kip uh, raakt overvol hier. Kip rent hier naartoe. Kip wordt gekookt. Kip dondert hierin. In de droppers of de hoppers of zo. En dan vervolgens in de chest. Dus ja, dat heb ik nu gesloopt. Dus dat moet ik weer fixen. GG. Goed, wel. Let's spawn some chickens, shall we? Kijk, kip. Kip. kipje, 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 kipje. Waarschijnlijk nu speest alles. Uh, mijn FPS gaat omlaag, zeg maar. Maar goed, je hebt het wel begrepen. Dus nou kip gaat hier allemaal in. Oké, okay, nou dat, dat loopt af en toe een beetje over hier. Nou, dan raakt uh, dit vol zo. Zie je? Even in de chest. Kan hier niet in de chest komen? Nee, dat is hier allemaal kip. Kut. Kut, cap. Nou kijk, dit raakt dus helemaal vol met uh, kip en alles. Dus zo even deze. Uh, kill. Oh zo. Daar heb ik les van. En dan deze remove. Uh, zo is dus die kip ook weg. Even kijken goed. Nou dus de kip met ik. Uh, mogen jullie verder niet met kloppen. moet nog even geprotect worden. Wordt voor livestreamen shizzle gebruikt. Dit is nog een huis van iemand. Daar is nog een huis van iemand. Wat is dat voor iets? Nou het zal wel. Dus even kijken. Dan hebben we hier uh, met paden. Nou veel. Ja vraag maar niks. Jelle weer in de bocht. Dit is veel. Dus uh, ja het heeft niks met, met Rusland te maken door dus zo alleen. Ja, ik weet eigenlijk niet waarom die Poeters heeft genoemd. Moet je bij Jelle, oftewel Boefie66 geweest oftewel Game of ofzo. Even kijken, wat is het Private, Oké, okay, Wat was hier ook alweer? Oh ja, hier was zijn paard. Dat hebben we gesloopt. Nou, Poetersville dus. Het is best wel mooi geworden. We hebben een uh, klerk, uh, of een, een, ik wou zeggen een toren en een kerk, uh, een kerktoren zo. Dit is het huis van, 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 van wie? Godsnaam Van, oh dit is het stadhuis. Met El Presidente en nou, Shagai Borders Ivo. Dus dat is een infokatsen. En Boefie uh, is Jelle dus. Ja, dat, dat vond ik het allemaal honderdduizend namen hier. Wat helemaal zo simpel van. Even kijken, goed. Nou, we gaan even een slash. Oh, wacht, ik zal jullie even de Warptuin laten zien. Wil jullie tenminste ook hoe dat verloopt. Even kijken. Zo, dan moeten we even hier en zo. Zal ik jullie even de haven laten zien. Even kijken, de nieuwe server Warp. Even kijken, hebben we hier daar wat voor? Oh ja, Warp naar de haven. Je klikt gewoon op de signs, wat is het? De... Een map voor een map dit, oké, okay. zo, map 8, oké, okay, fijn. nou, in ieder geval, warp naar een 11 monument en warp naar de haven, klik, gewoon uh, rechtermuisknop en dan warp hier bij de haven, dan moet er moet nog even een andere warp plek gezet worden, kippetje, tjaka, oké, okay. eens even kijken, dit is, <laughs> dit wordt een herberg, Achtig ding hotel, denk ik dat het gaat worden. We hebben hier al wat uh, ja, tafels neergezet. Dit was het restaurant hier zo. En hier hebben we dan de slaapkamers en alles. En hierboven komt een radiostation. Ik weet niet echt wat voor radio jullie dat wel hebben. Maar dat gaat gewoon cool worden. Het wordt niet echt allemaal dat het ook werkt en zo. Maar het is ook gewoon leuk dat jullie wat bezienswaardigheden hebben in de zelf. Dat het al wat bevolkt is. En uh, ja, dan komt hier ook een boatshop, zodat jullie hier. Uh, de haven kunnen zitten en zo. Uh, hier kunnen jullie dan gaan bouwen. Oh, Jelle is bezig geweest. Ziet Jelle is bezig uh, geweest, zo te zien. Hier komen allemaal van die plots of pencils. Ik weet niet hoe je het wil noemen. Die komen hier, denk ik, nog. Ik weet niet hoe lang het wordt. Ik denk wel dat uh, hier nog één rij komt. Dit zo en dat. Um, het, dat is. Ik plaats even samen dat ik het niet verder wil hebben. Want anders dan komt het niet meer goed. En dan hebben we hier alles al bij. Ja, kijk, deze is economy manager. Even kijken. Uh, niet verder. Dan wat. Dan wat je al weg hebt gehaald. Weg hebt. Dat kan dan niet op. Geweldig. Hebt. Hebt. Gehaald. Smiley face. Zo. Oké, okay, goed. Uh, oh, wacht. Moet ik denk ik Ronald zetten, Nou, dat kan ook niet meer. Wacht. Groetjes. Ronald katse katse Zo, dat begrijp je het wel. Goed. Um, hij heeft een Reuseraad gebouwd. Dat is echt super cool. Dit wordt op Fundland. Hier komen uh, nog denk ik, het Rai of zoiets. Dit wordt de echte warp uh, voor de uh, haven, zeg maar. Recreatiestrad moet nog wat fancy shit mee gebeuren. Even kijken. Er is dus ook een map hier. Dat is wel uh, chill en bam en zo. Even kijken. Zo. Kijk. Ga hier naar beneden. Zo. En. Uh, hier komt, denk ik, nog iets van de Tiki Bar of zo. Ik weet het helemaal niet. Maar. Um, ja, hier gaan we ergens die warp doen en zo. En ja, je mag hier alleen bouwen als je toestemming hebt van uh, mij of van Jelle. Want nou ja, Jelle die gaat eigenlijk over de haven. Maar ik ben een admin, dus ik mag dat ook. Of nou ja, je hebt zeg maar ranks op mijn server. Owner, dat ben ik. Admin en op. Nou ja, en het is ook precies hetzelfde volgende die ik zeg. Admin is de, uh, de middelste. Uh, owner is de hoogste. En op is de laagste. Dus um, ja, en ik weet sowieso dat Joran uh, een... Uh, ...een admin is. En Jelle en Ivo en zo, die zijn allemaal op, zeg maar. Dus ja, eens even kijken. Uh, we hebben hier ook nog aan een ander project gebouwd. De, uh, wat is het, dock of zoiets. Dit is zo'n recrea recreatie... ...reparatie. En wat praat ik vermikt vandaag? Repria... Re ...godverdatering. Dit is echt dus zo'n... ...zo'n uh, reparatie zeg maar. Waar je zo'n boot hebt. En wat is dit? Oh, dat moet naar Poetersville. En uh, dat moet naar... ...Eraborg. Dat is Joran's stad. ze ook nog even naartoe gaan zo meteen? Even kijken. Ja, dit is de... Uh, ...Captain's Quarters of zo... Dan nou, hebben we dat al, godzamen in onze boot kapot maken hoor. No? Dus even kijken, ja, nou hier heb je dus uh, de rest van de boot die er nog niet is, dus ja. Even kijken, ik moet er allemaal bij maken, Godverdomme. Oké, okay, goed. Uh, goed, slash spawn. By the way, uh, de mensen in de server hebben toegang tot slash spawn en slash pack en al die leuke meuk ook ik Maar goed, ondertussen dat ik jullie even Ereborg laat zien. What the fuck. Ik weet niet wat voor rare ornummer dit is, maar je spawnt daar steeds in. Even kijken, je kunt ook gewoon terug naar Spawn. moet je gewoon weer op dat sign klikken. Moet ik nog even bij Poetersville een en Haven gebouwd worden. Het is de Joran Stad. Die mag je zelf niet survivalen, tenzij je toestemming hebt van Joran. Dus ja, gaan we even naar Spawn toe. En ja, de server die wordt zeg maar public gemaakt in de zin van dat er en zo online komen bij de 1000 abonnees. Ik heb nu wat bijna 960. Echt super chill. Als ik al die 960 heb, zullen jullie deze video kijken, maar in ieder geval de server die wordt er zeg maar public gemaakt op mijn kanaal uh, vanaf uh, de 1000 abonnees, dan komen de server online en dan wordt er iedere week wordt er iemand op de whitelist gezet en als Jordi en ik dan uh, gaan livestreamen op deze server dan um, wordt het best wel fancy, want dan krijgen jullie heel veel kansen om in de server te komen, want dan worden er um, ja, om het kwartier half uur, twintig minuten of zo invites weggegeven, afhankelijk van hoe de livestream loopt natuurlijk dus um, ja, hou gewoon mijn kanaal en mijn Twitter in de gaten voor uh, ja, informatie over de server. Hij is betaald, hij is gehost door uh, Dutch Minecraft Hosting. Dus zelfs wat Spooky Session 11 is. Ik weet niet of de Kingdom hier ook op bot gehost. Volgens mij niet, want Chunker die richt dat. Die regelt dat, dus ja. Maar uh, ja, bedankt voor het kijken allemaal. Laat even een like achter als jullie zin hebben in de server. Er komen nog heel veel leuke Easter eggs op deze map en zo. En um, wel, eerste server komt online bij de 1000 abonnees. Wil je op de server? Abonneer dan. Dan maak je ook grotere kans om op de server te komen. En je moet geabonneerd zijn om op de server te komen, dat is zeker. Dus uh, ja, tot de volgende keer bedankt voor het kijken. En dan uh, zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.